De oeroude bosbodem is dus de grootste schat van het Haagse Bos. Een deel van dat bos ligt in de tuin van de koninklijke familie. Overleg in de hoogste kringen. We zijn uitgenodigd om een kijkje te nemen in de koninklijke tuin. Maar eerst langs de marechaussee. Op weg naar de hovenier, de tuinman. We gaan eens even kijken in de tuinen. We lopen die kant op. Ja. Er wordt altijd gewerkt in de tuin. Ja, er wordt altijd gewerkt. Dit is de kastanjelaan en dit is de ceremoniële ingang. Ja. Kijk, dit is de grote poort. Oké. Okay. Hier komen ambassadeurs, ministers, komen hier binnen. Dit is een heel bekend plaatje. Zeker. Ja, ja. Oh, er wordt daar nog even bladeren geblaasd. Gaat er iemand komen? Komt er bezoek? Nee, hoor. Er wordt gras weggeblazen, er is gemaaid en dan ligt het gras op de straat. Dan wordt het even schoongemaakt. Strak eruit. Altijd schoon zijn. Ja. Ja. En straks de ministers hopelijk weer. Als we een kabinet hebben, dat ze hier weer mogen staan. Goh, hoe lang zou dat nog duren? Maar op een dag komt er weer iemand. Zeker. Ja. De kastanjes beginnen al uit te lopen. Het is al. Het zit tegen het spring aan. Ja. Kijk maar. Ja. Heel mooi. Is dit een oude laan? Nee, deze is vanaf 1950 is die ingeplant. Want na de oorlog stonden hier geen enkele boom meer. Dus ze hebben alles opnieuw moeten aanplanten. Ja. Dus deze bomen zijn 75 jaar oud. Want ook dit rond het paleis was helemaal kaal gekapt. Kaal in de Tweede Wereldoorlog. Kaal gekapt, ja. Ja, ja. Goh. Ja. En is er nou in de tuin veel... hoe moet ik het eigenlijk noemen? Is het nou een park, een tuin of een bos? Alle drie. Waar zijn we nou? Alle drie. Ja? Ja, we hebben een bosgedeelte, zeker. Dat is hier 6 hectare echt bos. En we hebben ook een tuin. En een ander gedeelte die daartussenin zit, dat zou je park kunnen noemen. Ja. Dus het is eigenlijk alle drie. Alle drie juist. En als we kijken naar het bos, is dat zeg maar net zoals de rest van het Haagse Bos? Dat lijkt op het Haagse Bos, ja. Dat denk ik wel. Het is echt een onderdeel van het Haagse Bos. En hier vind je ook planten die je daar ook vindt. Alleen hier gaan we straks kijken. Maar hier hebben we echt hele mooie... bosanemonen staan. Okay. Ik denk ook dat het hier begonnen is met de bosanemonen. Ja? Dat denk ik wel. Kijk, dit is een heel mooi beeld. Ja. Want hier zien we de vijver. Ja. Dat is prachtig. En is dit wat je noemt de klassieke Engelse landschapstuin? Dit is een landschapstuin? Ja, de organische vormen. Ja. En dus niks is hier recht. Ja, dit is wel een heel romantisch laantje. En dan zou je denken, als je dit zo ziet, het is een heel kwetsbaar bloemetje. Maar dat valt reuze mee, want als het nu zou nog een late sneeuwbui of hagelbui, kan die gewoon tegen. Ja. Ik denk dat die hier aangeplant is in de 18e eeuw, samen met een aantal anderen, wat we tegenwoordig stinsen noemen. En dat was, ik denk, een makkelijke manier om snel resultaat te krijgen, denk ik. Dat weten we ook niet, maar... Stinsen planten die bij landgoederen, bij landhuizen... Ja, dat noemen we stinsen planten. Ja, je hoort echt wel bij paleizen en kastelen, hè? Dit soort... Zeker, ja. Waar wij nu zijn, dat is echt helemaal privé, hè? Dit is helemaal privé. Nou, geweldig. Kijk, dat we hier... Hier zien we een heel mooi beeld. Een beetje tegenlicht. Ja, dit is mooi, zeg. Ja. Ja, het is nu echt bosanemonentijd. Met dat zonnetje erbij. Ja. Ja, geweldig vandaag. Ja. Die loper, ligt die er nou altijd? Nee. Dat doen ze alleen als er bezoek is. Zodra het bezoek weg is, dan wordt die opgerold. Oh, oké.